Oh, oh, oui. Oh. Ik heb mijn auto aardig neergezet, maar hij kan in principe nog verder. Hè? Maar volgens mij wordt het ook al laag water. Maar... Goedemiddag allemaal, welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is donderdag 10 augustus 2023 en het is nu 7 over 3. En jullie zien het weer goed waar ik sta, net zoals gisteren. Maar het ziet er niet uit. De vogels die vonden mijn auto waarschijnlijk weer te leuk. Weet ik niet, maar ik heb daar schijt aan mijn auto. Letterlijk even bedoelen. Hier weer schijt aan mijn auto. En hier schijt aan mijn auto. Daar schijt aan mijn auto. Dus ja, dat wordt weer even snel een klein poetsbeurtje. En dan zien jullie het zometeen wel weer hoe die er zometeen weer mooi uitziet. Echt. Dit slaat toch nergens op. Dan heb ik hem gisteren gewassen. En dan mag ik hem nou weer doen. Ja, ja. Oké, prima. Dat gaan we gewoon lekker doen, joh. En hij is weer schoon. Daar ben ik heel blij mee. Zoals jullie zagen, was dit helemaal vies. Dat was vies hier bovenop. Het is helemaal weer schoon. Ja, en het was hier vies. Nou, zullen jullie zien, het is schoon. Ja, helemaal geweldig. En dan ga ik even de matjes even uitkloppen aan de andere kant. Waar zou ik nou weer wezen, de hypotheker? Waarschijnlijk zien jullie het al wel. Ja, ik weet het niet of jullie het zien. Ik weet het wel. En dat is in de budgetvoet in Julianadorp. Ja, daar zijn we dus. Ja. En nog steeds hebben ze het hier niet, hè? Mijn chipjes, nee. Ik moet de skate weer heel snel eens even naar NS Zwijndrecht. Ja, naar de budgetvoet. Echt wel. Wie heb ik daar weer mee? Mama. Hi. Hi. Het ziet er weer prachtig mooi uit. Ik heb een zonnebril. Ja, dus maar... en wie is er ook bij? Jan. Hey, Jan die kan er wat van, kan toch? Van. Ja. Ja. Precies dat. Dus ja, we zijn dus nu even aan het sneupen, kijken. Vinden we gewoon leuk, hè mam? Ja. Ja. Zeg maar ja. 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 Precies dat. Dus ja, en wat, geen idee. Of we iets kopen, geen idee. Ik vind het gewoon leuk. Geweldig. Geweldig. Hard voor de zaak. Oh, wat leuk. Karamelsticks. Wel leuk. 30 cent. Maar ja, hè. Dat is altijd wel weer grappig. En mama die wil ook gaan filmen. Ja, ik ga even weg. Dat is leuk. Dus ja, gaan we even kijken of het is of zo. En even kijken. Of ik ook dus namelijk de leverworst vooral kan vinden. Ik denk het haast wel is waar niet. Maar we gaan het kijken. Ja. En als ik iets heb gevonden, dan haal ik jullie er wel weer bij. Och, ah, oui. Och. Och, ah, oui. Ah. Oh, hij is mooi. We zijn dus nu in bij het kuitje. Ik heb mijn auto aardig neergezet, maar hij kan in principe nog verder. Hè? Maar volgens mij wordt het ook al laag water. Maar ik kan het fout hebben, maar ik zal het eens even kijken aan deze kant. Ja, het wordt laag water, want mijn band die was er helemaal eigenlijk in. De achterste band, volgens mij toch, man? Ja. Dus het wordt laag water. Maar het is wel onwijs mooi weer. En deze... zit er lekker op de paal. Helemaal goed hoor, kind. Ja, helemaal goed. En ik dacht dus dat het hard waaide, hè? Maar het is helemaal niet zo. Het is lekker, hè? Het is lekker, ja. Morgen was het even fris nog. Is dat zo? Oké. Nou, mama die is ook wat aan het doen. 17 graden, 18 graden. Ja, nou, daarom, weet je. Ja, ook op mezelf. Ja, joh, tuurlijk. Ja, maar het is gewoon lekker weer.
Dus dan zeg ik, eigenlijk kan ik hem nog een stukje verder doen, zeg maar dat doe ik ook niet. Nou, dan ga ik hem zo meteen weer eruit rijden. Nou, met mama eventjes naar een kringloop. Ik ken deze kringloop nog helemaal niet. Dus ja, we gaan eens even kijken of dit nog eens een keer wat leuks is of zo. Nou, ik ga even alvast naar binnen. Dan heb ik mama haar niet. Dus, eens even kijken. Dus we gaan eens even kijken, neuzen, of er nog wat leuks is. Zo grappig. En het is ook niet zo heel duur eigenlijk. Het is hier goedkoper als een... Zo leuk dit jaar. Oh. Nou, mam, als je dus een knuffeltje ziet, of jij Jan, een knuffeltje van... Zo, goeiemorgen. Goeiemorgen. En van een heel klein leeuwtje. Tell me, haal me erbij. Het komt helemaal goed. Zo. Ja, dus we zijn eens even aan het sneupen. Vind ik wel grappig. Dat is ze allemaal. En die wat hier verder? Ja? Hebben jullie daar wat van? Het kan. Kan. Te ver. Dat kan natuurlijk niet. He? Ja. Je naar buiten duwt? Is dat het? Lekker stokjes erin. Ga maar kijken. Ja. Nog wat meer? Ja. Ja. Ga maar terug, een tokje, een dolletje. Hé? Hé. Goed zo, kom maar. Ja. Hey. Heel goed water. Dat zie je wel. He? Ja. Lekker eten. Niet lekker eten? Goed. Ik ben weer thuis. Ik ga nu broodjes maken. Voor straks. Dat scheelt je. En hier zijn nog even meer broodjes maken. En dan weer. Broodjes. Ja, oké, okay, broodjes. Zijn jullie aan het eten, jongens, meisjes? Ja? Lekker eten dan. Niet alles opeten, hè? Morgen ook nog wat hebben. Ja? Beetje zuinig mee. Ja? Bolle? Goed zo. Gaan we naartoe, naar het balkon? Jij weer balkon? Dat is klaar. Nee, lekker, boven. Mag ik erbij? Dankjewel. Doe maar. Goed. Deze pinke jongen. Komt uit zoiets. Een avocado, geloof ik.
stukje voor. Beauty, hè, Beauty? Ja, stukje. Trainen, ben je. Daar ben je. Daar ben je. Zitten. Hap, hap, hap. Ja, lekker bakken. Doe maar. Mag wel. Verder met de boterhammetjes. Doe maar. Lekker balkon dan. Ja, lekker balkon. Doe maar. Ja, met z'n allen. Helemaal goed. Kijk, hier is een kaasschaal. Doe maar. Balkon. Ja, mag wel. Er zijn mensen die houden niet van kaas, maar ik dan. Niet van alle kaas, maar schimmelkaas bijvoorbeeld vind ik niet zo smakelijk. Maar goed, ieder zijn ding. Als iemand niet van kaas houdt en ik wel, blijft er extra veel voor mij over. Sylvia. Ja, alles heeft zo zijn plekje in mijn koelkast. Even kijken, want ik heb hier mijn vruchtensap. Limonade, een bakje met boter, een bakje met, hoe heet die dingen, barras, dingetjes hier, kaas, vlees, sausjes, nog meer sausjes en limonade, allemaal sausjes en mijn broodje boven, een bakje, helemaal goed. En natuurlijk nog de rest van de kruidentoestanden allemaal, helemaal handig. Dan ga ik dit lekker snijden, zakje doen. En dan gaat het in de tas. Ja, lieve schatten. Ik lig inderdaad weer gezellig op bed. Jullie zien het goed. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit weer een leuke en gezellige vlog? Ik zou zeggen, vergeet dan zeker hier beneden niet te abonneren. Doe een duimpje mijn vuurtjes omhoog. Laat een like achter. Ja, dus duimpje, like, abonneer. En reageer. En de hele rattenplan. En dan ga ik zeggen. Dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.